natuurlijk ga ik ook nog even praten met onze runner-up Tobias Peters. Tobias, je hebt het fantastisch gedaan. Ja. Geen eerste, maar ik heb nergens spijt van. Vanaf de finaaltafel gewoon mijn strategie was, ik wou gewoon druk zetten. Ik heb het spel gemaakt de hele tijd ook. Dus ja. Ja, het ging lekker. Gewoon, de chips gingen zeker aan het begin naar de goede spelers en naar mij toe. En alles ging lekker. Maar wat ik ook zo knap vind, is je blijft heel stabiel eigenlijk gedurende de finale. Verbeter me als ik het verkeerd zeg, maar volgens mij ben je niet het risk geweest of zo tot naar net sub. Nee, klopt. En dat vind ik dan toch echt bewonderingswaardig. En ook de hele manier waarop je de head-sub speelt, sowieso groot compliment voor je spel. Uiteindelijk kom je head-sub en dan is er die double-up met ASMU tegen AZ. Dat is lekker. Ja, dat is heerlijk. En dan in één keer ligt het open en wordt het echt tastbaar. Kun je iets vertellen over die hand die dan toch een soort van het keerpunt was waar jij je set flopt? Ja, ik open pre-flop. Ja, dat heeft iedereen gezien natuurlijk. Met pocket 4, high cold, flop kon 4-5 boer. Lekker. Heerlijk. Ik c-bet klein, 40% pot. Hij race naar, ik c-bet 140 denk ik. En hij race naar 410. Ik colde, ik denk nou gewoon. Laat hem zich maar ophangen, hè? Ja, ik had positie en ik denk nou gewoon, dit is het einde. Ik zeg gewoon, het toernooi is in mijn zak. Zo, ja, natuurlijk. Je mag het niet denken, maar zo denk je al. Gewoon, hij was vooral met zijn race, als hij post op de pot ging opblazen, had hij het ook vaak. Behalve op grote river bluffs, daar heb ik een paar keer betrapt. Maar gewoon als hij op de flop de pot ging opblazen, dan heeft hij het ook vaak. Nou, ik denk, nou, als je dan met een set zit, dan voel je koning. Ja, laat hem maar een boer hebben. Ja, ja. Dus, ik weet ook dat dit waarschijnlijk die boer heeft. Dus, turn komt nog een boer. Ik denk, het is niet de mooiste kaart, maar het is wel lekker. Hij heeft nou 100% vertrouwen in zijn hand. Dan checkt hij, lijkt het alsof hij opgeeft even? Ja, hij checkt en ik weet zeker dat hij nooit gaat opgeven. En daarom bet ik ook klein. En, want ik bet 3,40 denk ik. Het was aan de kleine kant. Ik had het er met Kees over. Ik zou denken dat je met range daar groot wil gaan, omdat het een spot. Ik wilde juist die dubbel check race wilde ik uitlokken door juist klein te gaan. Daarom ging ik klein 3,40 en dat direct ook. Pakte goed uit. Hij ging naar 8,50. Het heeft voor mij helemaal geen zin om daar onin te gaan gelijk, want hij hangt zich op de rift altijd op. Hij jamt die river altijd. Hij heeft ook bluffs natuurlijk, die willen we ook in houden. Hij zal elke river, mij zien, zal hij jammen. Ik denk in mijn hoofd dat ik denk, nou gewoon alles is goed, alleen geen 5, weet je wel. En als hij dan wel zo voor de lauw zit met een andere kaartjes, kikker of wat dan ook, dan is het bon chance. Dus ik call en de river komt de 5 en ik denk, ja, fuck it. En hij jamt, ja, ik moet folden, weinig anders aan te doen. Ik ben wel gewoon doorgegaan, want ik denk, nou, het is kut, weet je wel. Maar ik heb genoeg speelruimte over, we zijn aan elkaar gewaagd en we gaan gewoon lekker door. En het ging ook prima. Ik kwam weer terug, ik klom weer omhoog en het ging op en down. Er waren ook wat bluffs die mislukten, vrij grote bluffs. Dat zijn dan toch mentale tikken. Hoe blijf je kalm? Want ik heb het idee dat je wel redelijk kalm blijft. Ja. Ik blijf continu kalm, maar gewoon die bluffs die mislukten, er zijn meer bluffs wel gelukt. Dus gewoon het plezier wat je krijgt van die bluffs die wel lukken, zeg maar, dat overtreft die bluffs die niet lukken. Dus dat. Ja. Dat is een goede mindset, want bij mensen die in een negatieve mindset zitten, werkt het juist andersom. Dat de tegenslagen wat meer blijven hangen. Ik denk dat je dat heel goed doet. Oké, les voor mij ook en voor misschien sommige van onze kijkers. Een tweede plaats in zo'n prestigieus toernooi is toch wel gigantisch. En je flikt er toch maar mooi weer iedere keer. Vertel even, hoe doe je dat, joh? Ja, gewoon stabiel spelen. Niet gek laten maken, dat doe ik altijd. En ja, gewoon. Uiteindelijk heb je ook een goede run nodig, want gisteren was ik begon heel short, ik ging er omhoog en vlak voor de bubbel raakte ik vrij short. Ik ben heel lang short geweest en daarna ging ik een stabiele lijn ging omhoog. Zolang je gewoon niet druk maakt en gewoon je eigen spel blijft spelen, dan kan je heel ver komen. Ik ga dat tussen mijn oren knopen en ik ga het proberen te evenaren. Onwijs goede prestatie, Tobias. Jammer dat de winst er niet in zat. En volgende keer pak je met ze op. Ja, zeker. Hetzelfde toernooi in Brussel was ik derde. Ik wilde het liever beter. Nu tweede. Na volgende keer de eerste. Alleen ja, voor dit jaar, ik ben al een paar keer ben ik tweede geworden. En je wil zo graag winnen, weet je. Als je zo dichtbij bent, is het gewoon niet fijn als je tweede wordt. Maar ja, morgen ben ik tweede. Het is een hoop geld en helaas geen trofee. Maar ja. Volgende week weer een nieuw toernooi.
Ik had met jou aan tafel al over Master Classics voor jou. Bijzonder serie. Heb je het goed gedaan in het verleden? Met name was het afgelopen jaar of het jaar daarvoor? Ja, daarvoor deed ik het heel goed. Maar het laatste jaar was iets minder. Maar voor de rest alle jaren zijn gewoon winstgevend en goed geweest. Dus we gaan je ongetwijfeld zien. 100%. Oké, Tobias, we zien je in Amsterdam. Kijkers, ik hoop dat jullie er ook weer bij zijn. Master Classics of Poker is de eerste volgende serie dat we er zijn. Pakken we groots uit, volle bak streamen, holcars, alles. Ik ben er volop bij. We gaan er een grote serie van maken, volop bloggen. En Tobias, zien we terug aan de finale tafel. Jongens, bedankt voor het kijken. En namens mij en namens Tobias, tot in Amsterdam. Hoi. Ja.